stond vrijdag een nederlaag in Venlo. Hebben we een volwassen en een onvolwassen Heracles gezien? Nou, ik denk dat je wel twee verschillende Heracles hebt gezien. De eerste helft speelden we goed. Het gaf heel weinig weg. Ik vond dat we goed druk op de bal hadden. Creëerde kansen. Ik vind dat we te weinig hebben gescoord. Maar de tweede helft vond ik dat we te veel achteruit liepen. Het verdedigende aspect, wat heel belangrijk is in zo'n wedstrijd, dat vond ik dat we er te makkelijk over dachten. Vond ik de eerste helft hebben we een aantal goede kansen gehad en daar moet je gewoon meer uithalen. Dan maak je het jezelf makkelijker. Dus je weet dat ze na de rust komen en daar hebben ze ook voor gewaarschuwd. En dan vind ik, dan moet je het verdedigende aspect moet je gewoon serieuzer oppakken. En dan moet je ook maar eens een keer een balletje gewoon die tribune uitschoppen in plaats van alleen maar netjes willen voetballen. En daar hebben we over gesproken. Zure nederlaag. Is dan nu ook zeg maar, de taak om weer fris te worden in het hoofd, omdat maandag alweer de volgende wedstrijd staat? Ja, maar aan de andere kant is het ook fijn, want je hebt al heel snel een wedstrijd. Dus je kunt er niet in blijven hangen. En dat geeft de spelers ook iets van, we hebben iets goed te maken. Nou, we gaan naar een ploeg toe. Die hebben nog niet thuis verloren. Wij gaan daar alles aan doen om de eerste ploeg te zijn die gaat winnen. Ja, wat kun je als trainer zo'n korte tijd doen? Hoe is de aanloop na zo'n wedstrijd? Ja, dit is fit maken, herstellen, afspraken maken. Trek nog een laatste training. Nou, dan kun je nog een klein beetje tactisch doen, maar ook niet te veel. Want het is 2 dagen na een wedstrijd. Maar wat ik al zeg, je hoeft weinig meer te praten als je zo'n wedstrijd verloren hebt. En de jongens die zijn er echt ziek van. Net als wij. En we willen ons eigen revancheren naar onze supporters toe. Nou, dan komt zo'n wedstrijd, dat is maandag, dan is het goed dat er snel een wedstrijd komt. Is het ook een wedstrijd maandag die bijvoorbeeld op fysiek vlak bepalend zal worden op het laatst, zeg maar? Omdat MVV ook 3 wedstrijden speelt in 8 dagen. Ja, daar zul je ook mee te maken hebben. En je hebt natuurlijk bij beschorsingen, we hebben jongens die geblesseerd zijn, met jongens die wat ziek zijn. Dus we zullen wat andere jongens er ook op zetten en die zijn sowieso fit. En dat geeft ook weer vertrouwen naar die jongens toe. Ja, Ohim die viel uit tegen VV Venlo, moest al vroeg gewisseld worden. Is dat een ernstige blessure of valt het mee? Met Annas valt het waarschijnlijk mee. Die wordt nu behandeld, dus het is nog niet helemaal zeker. Maar hopelijk is hij er morgen bij. Maar er zijn jongens net als Abed, die zal er morgen niet bij zijn. Sammy zal er niet bij zijn. We hebben wat jongens die ziek zijn, die nu niet mee zullen trainen. Dus we hebben wel wat te puzzelen, maar we zullen in ieder geval met 11 jongens gaan starten. Die er alles aan gaan doen om die overwinning te halen. Armenteros benoem je nog even. Hoe is het met hem? Is dat langdurig of verwacht je ja, een nieuwe dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dan MVV, hebben we het natuurlijk al eens eerder over gehad. Wat is het gevaar van die ploeg? Nou ja, ik vind dat ze 4 hele goede spitsen hebben. Van Bobbel aan de zijkant. Ze hebben een goede 10 die erbij komt. De spits die behoorlijk balvast is, een doelpunt kan maken. Ze hebben diepgang, ze hebben creativiteit voorop. Dus daar moet je je tegen wapenen. Dus met name ook verdedigend zullen we goed moeten staan. En in het omschakelmoment weten we dat we ook mogelijkheden hebben. Dus ik vind gewoon dat het een goede ploeg is waar we gewoon 100% gefocust moeten zijn. Wat verwacht jij van je ploeg? Ik verwacht in ieder geval de volledige inzet en de wil om deze wedstrijd winnend af te sluiten. En gewoon het leermoment van de vorige wedstrijd meenemen.